Hey yo, leuk dat je kijkt naar deze rondleiding hier in de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Bij Industrieel Ontwerpen leer je allerlei verschillende dingen. Digitaal modelleren, brainstormen, samenwerken, werken met stakeholders, noem het allemaal op. En hier, in de faculteit achter mij, leer je het allemaal. Kom je met me mee? We zijn hier nu in de grote hal. En wanneer je hier 's ochtends binnenkomt om aan je studiedag te beginnen, zie je meteen wat de faculteit aan studieplekken te bieden heeft. Maar ook de ruimte die onze faculteit heeft, biedt alle ruimte voor creativiteit. En hier zit je dan, in de grote collegezaal. Met 350 studenten te luisteren naar wat de hoogleraar te vertellen heeft. Dit is de plek waar alle studenten leren tekenen. En eigenlijk beginnen ze allemaal gewoon met, ja, simpele rechte lijnen kunnen trekken. Maar uiteindelijk kunnen ze zulke resultaten behalen. En dan denk je misschien, dit gaat me nooit lukken. Maar met de praktische hulp die je krijgt van de docenten van hier, kan ook jij dit. Ik weet het zeker. Studeren doen we hier voornamelijk in studio's. En deze studio's zitten langs de gehele balustrade. Het zijn eigenlijk een soort van klaslokalen, maar dan zonder vaste inrichting. En je kan hier van alles doen. Groepswerk, individueel werk, workshops, zelfs presentaties. Het enige wat hij daarin niet kan, is prototypes bouwen. Maar dat kan hier beneden wel. Dus je kan een zometeen misschien supergoed tekenen, maar het is minstens net zo belangrijk om te weten hoe je product in de hand hebt. Met prototypes kan je gebruikerstesten uitvoeren, maar je kan het op die manier ook laten zien aan je opdrachtgever, zodat je ideeën in je hoofd op een visuele en een tastbare manier zichtbaar worden. Heel belangrijk dus. Wat je net zag waren wat meer oldschool machines, welke wel wat ingewikkelder in gebruik zijn. Maar als je de tijd hebt en echt een presentatiemodel moet maken, zijn ze super nuttig. Wanneer je wat minder tijd hebt en juist een soort van klein gebruikerstest wil uitvoeren, moet je hier wezen. Bij de moderne machines, zoals deze 3D-printers, schuimfreesmachine of de lasersnijder. Welkom in IDEE. In Delft is elke studie verbonden aan een studievereniging. En hier bij Industrieel Ontwerpen wordt deze ruimte van de studievereniging gezien als de huiskamer van de faculteit. Je kan hier elke week een biertje komen drinken, maar ook tussen het studeren door gewoon even lekker pauze of een leuk potje tafelvoetbal. En dat is lang niet alles. Elke student kan hier een commissie komen doen. En samen zetten ze nog vette activiteiten, evenementen en studiereisjes neer. Ook kan je het onderwijs verbeteren of juist een specifieke skill aanleren, zoals film of fotografie. Ook zijn er elke keer twee hele grote evenementen hier in de hal. Bedrijvenbeurs en een festival. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dit was een rondleiding van Industrieel Ontwerpen hier in Delft. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geworden en wens je heel veel succes met je studiekeuze. Laters!